In deze video wou ik heel even mijn workout schema behandelen voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Ik volg een Small of Junior schema. Dit is vooral gefocust voor het bankdrukken, want je gaat 4 keer per week bankdrukken. Je doet daarnaast niks anders voor je borst, voor je tricep, voor je schouders. Alleen eventueel side raises en achterkant schouder, maar geen voorkant. Want ja, die belast je gewoon al heel veel als je 4 keer per week bankdrukt. Je doet ook nog eens heel veel sets, dat noemen we totale volume. En de intensiteit ligt nog iets lager in de eerste week. Je focust vooral op snelheid, submaximaal trainen. En in de laatste week ga je nog wel wat meer richting je maximaal. En daarna, in week 4, is het eigenlijk de bedoeling om je max te testen. Zelf ben ik niet zo fan van 1 rep max testen. Het is leuk, maar het heeft weinig zin om sterker of groter te worden. Sterker misschien nog wel een beetje, maar eigenlijk word je sneller sterk met 3 tot 5 herhalingen met net niet je max gewicht. Hoe gek dat ook klinkt. Even over dit Small of Junior schema. Ik doe meestal maar 2 tot 4 oefeningen per dag. Dus ik hou het heel erg simpel. In dit schema doe ik dus even geen kuit, geen buik. Bijna ook geen direct armwerk. En dat doe ik dan gewoon weer in een volgend schema. Ik vind het leuk om dat af te wisselen met elkaar. Dus de ene schema iets meer daarop focussen. En het andere schema wat minder daarop focussen. Met dit schema train je in principe maar 3 weken. En dan in je 4e week is dus je max weekje. Dan pak je een paar dagen rust. En dan test je je 1 rep max op het bankdrukken. Zelf doe ik meestal dat dus niet. En even uitleg hoe deze 3 weken geprogrammeerd zijn met het bankdrukken. Maandag 6x6 met 75 kilo gedaan. Woensdag 8x4 met 80 kilo gedaan. Vrijdag, oftewel gisteren, heb ik 8x4 gedaan met 85 kilo. En vandaag deed ik 10 setjes, 3 herhalingen. Ja, klopt. Niet 3x10, nee 10x3 met 90 kilo. En dit ging me nog best wel vrij gemakkelijk af. Ik doe de Spotto bench press trouwens. Dus ik hou hem net boven mijn borst eventjes vast. En daarna explodeer ik zo snel mogelijk omhoog. Om dus explosiviteit te winnen. En het onderste gedeelte te trainen. Waar je vaak een sticking point hebt. Dus een punt wat je heel erg moeilijk vindt. Zoals ik net al de gewichten heb verteld. Zag je ook al misschien dat ik 5 kilo sprongen deed per training. De volgende week doe je alles hetzelfde. Maar dan plus 7,5 kilo. Dus waar ik maandag 75 kilo pakte. Doe ik nu 82,5. Doe ik 87,5. Doe ik 92,5. En doe ik zaterdag, oftewel voor mij nu volgende week, 97,5. Die week erop kan ik of plus 5 kilo gaan of plus 2,5 kilo gaan. Ligt een beetje aan hoe vond ik week 2 gaan. Ga ik voor een kleine stap of ga ik voor een grote stap? En eventueel, omdat ik al zei dat ik in week 4 niet mijn max ga testen, vind ik het leuk om het nog met 1 week te verlengen. En dan doe ik misschien plus 2,5 kilo. Dus elke week ga ik eigenlijk iets minder omhoog, omdat het steeds moeilijker wordt. Dus de eerste week maak ik een sprong van 7,5 kilo, daarna 5 en daarna eventueel 2,5 als ik die week erbij pak. Hopelijk is dit nu duidelijk. Dan wil ik even doorgaan naar de volgende oefeningen. Ik deed vandaag leg extension en leg curl voor mijn benen. Lekker licht, want ja, dit zijn geen compounds, isolatieoefeningen. En bij de leg extension deed ik 3x20, bij de leg curl deed ik 3x8. Bij het leg extension gebruik ik niet al te veel gewicht, want ja, ik doe wel 20 herhalingen. Dus dan moet je natuurlijk ook wat lager gaan in gewicht. Ik probeerde hem bovenin af en toe heel even vast te houden en echt goed mijn bovenbeen aan te spannen. En voor de rest, ja, gewoon weer goed naar beneden zakken. Ik zie dat sommige mensen nog best wel kleine herhalingen maken, een korte range of motion. Probeer gewoon best wel full range of motion, tenzij je juist hier even op focust om partials te doen. Lastig verhaal, maar soms kunnen partials zeker zijn plaats hebben. Leg curl, ook weer hier onderin even goed die hamstring kapot squeezen. Achterhalingen. Waarom doe ik dit? Ik heb gelezen dat de hamstrings vaak op lagere herhalingen iets beter reageren. Dus voor beide 3 sets, want ja, je wil niet te veel je bovenbeen aandacht geven en dat je hamstring gaat achterlopen. Op het einde deed ik 5x5 weighted pull-up met 10 kilo. Ik ben helaas slap geworden in dit. Ik deed het eerst met makkelijk 20 kilo. Ik heb mijn moment gehad, dan deed ik het met 25 kilo. Maar helaas 10 kilo. En op het einde deed ik nog even een setje zonder extra gewicht. En dan knalde ik er gewoon lekker veel herhalingen. Uiteindelijk deed ik 6 sets. Nu zien jullie natuurlijk alleen deze workout. Dus wil ik ook even vertellen wat ik bij de andere sessies doe. Op de maandag deed ik gewoon back squat. 5x5. Trouwens, ik heb deze keer gesmokkeld. Het was zo heet in een gym waar ik trainde. Ik deed 3x5. Dus ik skipte niet mijn benen, maar ik skipte wel 2 sets. Maar normaal doe ik dus gewoon 5x5. En ik ging best wel lekker zwaar, 112,5 kilo. Pas squats trouwens. En toen deed ik chest supported rows. Dus daar deed ik een row variant. Op de woensdag, dat is de training die jullie nu zien, deed ik dus de weighted pull-ups. Op de vrijdag doe ik de lat prayer, dus een isolatieoefening voor mijn rug. En toen deed ik de front squats. Dus de 3e keer dat ik de benen heb getraind. En vandaag deed ik maar 2 oefeningen. En deed ik 10 sets van 3 herhalingen bench press. Maar aangezien je tussen die 10 sets best wel lang rust, gebruik ik mijn rustperiode efficiënt door
tussen elk setje bent over lateral raise te doen. Dus dat is voor de achterkant van je schouders. Ik gebruikte 4 kilo en ik deed 10 setjes, 10 herhalingen. Ja, en het was best wel licht, maar het is goed, want dat is voor de achterkant van je schouders. Doe je te veel push of doe je te veel borst, te veel voorkant schouder, ga je meestal een slechtere houding creëren, een disbalans. Dus zorg ook dat je aan de achterkant werkt en dat doe ik. Dus ik doe 10 setjes voor mijn achterkant schouder en 10 setjes bench. Hopelijk is dat nu allemaal duidelijk. Dus dat was hem. Dat was hem. Dat was hem. Doei.